Afinadine is een zoon, een broer, een man van en nu als minister. Geboren 10 juni 1980 en een hele leuke jeugd gehad. Moeilijk in die zin dat we het niet echt breed hadden, maar er zijn een heleboel kansen geboden aan ons en we hebben dat goed benut. We zouden kunnen zeggen de talenten die er waren. Daarvoor sta ik ook wel altijd. Ik zeg, de talenten die in een kind aanwezig zijn, moet je dat het maximale ontwikkelen. Het is een eigen inspiratie van mijn eigen leven, dat ik dat ook als die onderwijsvisie heb geponeerd later. Van het maximale het potentieel van onze mensen ontwikkelen, want ik heb dat persoonlijk mijn hele leven door meegemaakt. Alhoewel mijn ouders het niet breed hadden, hebben ze geen kosten nog moeite bespaard om aan middelen te komen om ons op een zwemles te zetten, om een damles te zetten. Zoveel zaken van voetbal, basketbal en alles. En je wordt dan zo breed gevormd, zonder dat je het doorhebt. Maar hadden ze altijd die middelen ter beschikking? Dan heb je bewondering voor je ouders natuurlijk. Je groeit op met ouders uit het onderwijs. Met de onderwijsachtergrond. En dat geeft dan het opvoedkundige, natuurlijk, die opvoedkundige voorsprong op vele anderen. Het was heel leuk, ik zei het al. Het is een heel leuke periode geweest in mijn jeugd. Ook met de broertjes en zusjes. Inderdaad, de verstandhouding is altijd belangrijk en dat is nog steeds goed, gelukkig. Alles is. We hebben het heel goed met elkaar gehad en de relatie is altijd ook goed gebleven. Zelfs na het overlijden van mijn moeder. En we hebben heel veel aan elkaar gehad, want we waren ook niet ver in leeftijd van elkaar. Hè. Ja, ik was er direct een jaar, een paar maanden daarna, mijn zusje, weer een jaar verschil. Zo zijn we dicht bij elkaar en we altijd op elkaar kunnen letten. We moesten studeren, we mochten natuurlijk een heleboel doen aan sport en aan andere ontwikkeling. En dat zie je ook bij de broertjes en zusjes ook weer terugkomen. Dat is het belangrijke, denk ik, dat er altijd een goede relatie is, maar dat iedereen die relatie en die goede verstandhouding blijft houden. Het opgroeien was in die zin, we waren met ons vieren en we waren 4 kinderen die in 5 jaar geboren waren. Dus we verschillen niet zoveel van elkaar. Dus waardoor we altijd een heel goede band hebben gehad. We hebben altijd samen gespeeld. We zijn samen opgegroeid, wel met regels hoor. Mijn vader had echt, weet je, hij vond die kinderen moeten discipline hebben. Dus al is het weekend, 7 uur sta je op. 'S avonds, je moet gewoon in bed. Zo'n tijd baden, zo'n tijd bed. Weet je, dus we zijn wel met veel discipline opgegroeid. We hadden allemaal een taak in huis. Iedereen had een taak, Ashwin ook. Allemaal hadden een taak in huis. Maar het was leuk. Het was vrij gezellig. We hadden een hele goede band met elkaar. We hebben nog steeds een goede band met elkaar. Hij is echt iemand die heel veel uitdagingen, sinds ik weet. Dus vanaf kleins af. En hij scheelde me ook mee, altijd mee sleuren. En zijn uitdaging. Als hij iets nieuws wou, bijvoorbeeld een nieuwe les wil volgen of iets in de zin van cultuur of sport, dan is het altijd helemaal meestoren met van hey, jij als broertje kom ook mee, leer ook mee, leer een beetje meer van. Ik keek altijd zo op naar Ashwin, want hij was echt iemand die, weet je, hij ging voetballen, hij ging basketballen, maar ik zag hem nooit studeren. Dus, en toch ging hij als een repetities hoogschoren en zo, dus ik dacht altijd van, het was altijd zo van, hoe doet die jongen dat ding? Nooit zie ik hem studeren, misschien studeerde hij als ik sliep. Ik weet het niet, maar het was wel gezellig.
eerste dingen die ik nog goed kan herinneren, want ik weet, ik moest een heleboel dingen doen als kleinkind, was zwemmen. We hebben ook competitie gezwommen, de diploma's gehaald, dus ook, hoe noemen ze dat, allerlei van vlinderslag naar. Dat was heel leuk. En daarna ook heel veel in klassiek muziek. Moest ik de tabla spelen. Hebben we heel veel geleerd. Dat was echt een moeite. Dat is echt, kostte echt veel training, klassiek muziek. Dammen. Dammen heb ik dus vanaf de jeugd gestart, ergens in leeftijd van, laten we goed kijken, 16, 17 jaar. Heb de nationale kampioenschappen ook meegedaan. 2 keer als 3e plaats en 1 keer de semi-kampioen. Dat was the taxing the mind. Om te kijken hoe diep analytisch je kon gaan. Ik heb zelf een moeite genomen een keer om te gaan meten hoeveel zetten diep je zou kunnen gaan. 8 zetten was het toen. En dat geeft ook een voldoening, want je kan dan heel veel diep analyseren. Het is echt een analytische sport. Hij was geen makkelijke dammer om te winnen. Hij was een heel goede dammer. Omdat hij ook vrij jong was, kon hij ook heel goed spelen. En zijn belangrijkste rangschikking, of zijn beste rangschikking, was in 1996. Toen was hij op de 3e plaats geëindigd. De 2e plaats was geëindigd Tariq Sadiq. En één persoon, Elliot, was op de 1e plaats geëindigd. Dus hij kon heel goed dammen en daarnaast deed hij ook mee aan de senioren damkampioenschappen. Ondanks we nog junioren waren. Liefde voor sociale werk, als ik het terug moet traceren, is waar ik heel jong ben. En is een kleine anekdote, een kleine terugblik. En dat heeft mijn moeder mezelf verteld. Ik zei, een dagje werd ik wakker en huilend. Dat is wat mijn moeder me vertelt. En ze zegt van, ja, waarom zit je nou te huilen? Wat is er precies aan de hand? Ik zeg terug van, ik zie zoveel kinderen die honger leden. Ik had een beeld van ergens waar de kinderen in Afrika of zo. En nu vertelt mijn moeder mij later. Want zij vindt dat het sociale wat ik ontwikkeld heb is omdat je dan voelt voor mensen. Hè? Dus je kan mensen niet zien in een bepaalde situatie waarin men leed. Dat kan ik helemaal niet zien. Dat heb ik altijd ook gehad. Als ik mensen zie met een beperking. Als ik mensen in een slecht sociale situatie zit, dan doet het je iets van binnen. Dan doet je pijn van binnen. En dat is, ik denk dat dat altijd heeft gespeeld en dat doorwerkt. Maar je wil mensen wel zoveel mogelijk helpen. Je medemens helpen. En het heeft ook een koppeling met wat mijn moeder altijd zei. Ze vond in het Sanskriet noemen ze het pracharak. Ze zei je moet pracharak worden. Want je leest zoveel, je vertelt de dingen, hoe je helpt die mensen. Pracharak wil zeggen missionaris eigenlijk. Hij is een missionaris. Breng je boodschap, help die mensen. En dat is dat ze altijd wat ze droomde als het ware, dat ik pracharak zou worden. Maar je moet nagaan, waarom zegt de moeder niet, het komt ook uit de intellectuele familie. Van word niet ingenieur of dokter of zo. Maar ze vindt, ik moet pracharak worden, een missionaris worden, omdat ik een boodschap moet brengen. En ik moet mensen helpen. Omdat zij wist, je moeder weet precies hoe je bent. En ze vindt, je mensen helpen, je wil mensen helpen die het moeilijk hebben. En als het dat in jou is, dan moet je dat doen.
Als mens ken ik, ervaar ik hem heel prettig. Hij is een heel sociaal mens. Mensen gaan helpen. Als er problemen zijn thuis, gaat hij al op heel jonge leeftijd gaat hij proberen mensen te helpen. En ik heb ook altijd gezegd, jongen, kijk, vraag nooit wat jij voor het land doet. Vraag je altijd, wat doe jij voor het land? Niet wat het land voor jou doet, maar vraag je altijd af, wat doe jij voor het land? Zijn machtige leiders hebben dit gezegd. En begin dit goed in de gaten te houden en daarmee moet je werken. En dat doet hij. Het was ook mijn moeders droom, hè, dat hij, ze zag hem altijd als iemand die zich dienstbaar zou maken voor de gemeenschap. Dat was vanaf hij was geboren, altijd zei ze dat ding. Ik weet, zo ben ik opgegroeid, dat ze altijd zei, voor Ashwin heb ik één ding voor ogen, hij is iemand die zich dienstbaar gaat maken voor de gemeenschap. En dat zie ik gewoon naar hem. En ik vind het wel jammer dat ze dit gedeelte niet heeft kunnen meemaken, dat hij zich werkelijk dienstbaar maakt voor de gemeenschap. Dus dat is wel jammer, maar ik denk, weet wel dat ze het vanuit boven zit. Vroeger bekommerde hij zich om een, je kan zeggen, een kleine groep. Het was eigenlijk meer beperkt tot zijn vrienden, misschien mensen van de klas of zijn familie. Het begon later met de sjaalwerk, de jongens van de Shaka. Het is later uitgegroeid tot van 25 tot 200 jongens. En gaandeweg die periode is hij zich steeds meer gaan bekommeren om grotere groepen. Nu heeft hij een heel ministerie onder zich. Dus zijn gevoel van mensen willen helpen is nog groter geworden. En het is niet iets dat incidenteel is. Dus hij is heel gauw geneigd om mensen te helpen, mensen in nood. En heeft ook hetzelfde gevoel heeft hij ook met het ministerie. Hij wil constant de noden van de groepen oplossen. Omdat het hem een zekere mate van voldoening geeft. En ik denk dat die voldoening, je kan zeggen, dat is prijsloos. Ik heb nooit echt voor mezelf een grote wens gehad. En ik zou zeggen dat een hoogtepunt was wel dat ik die president heb kunnen krijgen. Deze president die vandaag nog president is. Op een activiteit, die grote afgezichte activiteit van immigratie. Ik had niet echt. Ik deed het omdat ik voelde van ik moest het doen. Het kwam uit jezelf. Maar dat die president daar is gekomen, was voor mij echt een hoogtepunt geweest in mijn carrière. Omdat je dat echt wil. Hoeveel dingen heb je echt gewild? Je deed het meer voor de anderen. Maar het was gewoon iets. Ik dacht van, als deze president, die ook praat over eenheid, en ik die praat over natie-evolutie, het zou toch geweldig zijn dat die persoon hier zou komen en zou zien wat we doen. Het was een geweldig moment. De lijn van familie Adhin die start bij mij natuurlijk mijn overgrootvader, Mahajan Ram Adhin. Mahajan Ram Adhin, de weg is ook genoemd, die laatst nog geasfalteerd is. En het is al zo dat mijn grootvader als oudste broer van de familie Adhin, zoon van Mahajan Ram Adhin, die heette toen Willem Surjo Adhin. Die werd er op 8-jarige leeftijd gebracht naar Paramaribo van Plantage. En hij was hier naartoe gestuurd, werd een beetje opgevangen zo, om te studeren. Aan de Watermolenstraat. En daar is de wortel, is daar start. Met familie Adhin in Paramaribo en hoe wij familie Adhin kennen. De oudste broer was mijn grootvader, Willem Surjo Adhin, zoals ik al zei. En dat je dus nog 5 broers, Richard, Bob, de chirurg, oud chirurg ook al laatst, die was de laatste broer die overleden is, Jan Adhin, Harry en Herman Adhin. De 2 namen die je hebt gehoord, Jan Adhin en Herman Adhin, zijn politiek bekender. Maar die zijn degene die in de politiek daarna zijn gegaan, maar familie Adhin op zich heeft veel met intellectuelen te maken. Het ging erom dat het gaat om studeren, het gaat om profileren. Maar studeren was
en je instuderen en de boodschap doorbrengen, doorvertellen, was iets dat echt in de familie zat. De hele familie Adin, wat we tot nu toe hebben, er is geen enkele domme nog erbij. Allemaal zijn intelligent. Allemaal zijn op hoge niveaus. Allemaal. Kinderen, kleinkinderen, mijn vaders kinderen, kleinkinderen, mijn ooms kinderen, kleinkinderen. Allemaal tot nu toe zijn goed. Familie Adin heeft daarna veel geprofileerd in allerlei disciplines. Ook wetenschap, intellectuele, maar ook allerlei andere beroepen in de samenleving. Maar natuurlijk, de politieke exponenten, het zijn Jan Adin, Herman Adin, die hebben natuurlijk heel wat meer aandacht van die samenleving afgedwongen. En omdat zij zich profileerden, ook intellectueel, maar dan in de politiek. En daar een goede bijdrage kunnen leveren. En vandaar dat de naam Adin vaak ook politiek gelinkt wordt. Na de middelbare school, de universiteit gedaan, ADEC. En we hebben daar heb ik dit gedaan, informatietechnologie, elektrotechniek. Gespecialiseerd informatietechnologie. Heb ik mijn bachelor gehaald en toen vertrokken naar Nederland. In 2000 was het, net overgang 2001. Toen was trouwens NF zo net omgaan in euro. En ik heb de mogelijkheid gehad om te studeren. Mijn moeder en mijn ouders hebben een klein huisje daar verkocht van de Mahajan Ramadhin. Hier geïnvesteerd naast het huis en een klein huurhuis opgezet. En met dat huurgeld heb ik toen gestudeerd in Nederland. Ook mijn zusje heeft zo gestudeerd. Allemaal ideeën van mijn moeder hoor. En uiteindelijk daar gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Wat toenmalig heette het nog EWI, elektrotechniek, wiskunde, informatica. En heb elektrotechniek gedaan, maar al snel ging het over in een specialisatie telecommunicatie. Heel veel elektrodynamica, heel veel wiskunde natuurkunde, en dat is iets dat me boeit natuurlijk. Dus en telecommunicatie, hier heb ik dus wat sterk gespecialiseerd in netwerkarchitectuur en services. Dat wil zeggen, infrastructuur van grote telecomnetwerken, van 3G, 4G. Toen was 3G net in, 4G, nu praten we al over 5G. De vijfde generatie telecommunicatie. Teruggekomen als ingenieur, IR, maar toen mocht je MSc en IR samen dragen. Dus de Master of Science en IR-titel mocht je samen dragen, en nog steeds. En ik ben teruggekomen, heb toen op de universiteit. Ik heb eerst een jaar, twee jaar meer in een paramilitaire training of zelfleiding gegeven. Trainingskampen georganiseerd. Van vechtsport naar wapens, naar meer trainingen gegeven. Toen ben ik full gaan doseren op de universiteit. 2005 dacht ik. Heb ik toen gesolliciteerd, ben aangenomen. En begon bij elektrotechniek daar colleges te draaien in elektrodynamica, elektrische netwerken, telecommunicatie, datacommunicatie. Het was een hele leuke tijd als docent, want dan kreeg je de kans om wat eigenlijk je opvoeding meegekregen hebt, terwijl je geen didactiek pedagogie gedaan hebt als docent, of misschien geen prior docenten of lerarenopleiding gedaan hebt. Maar het is gewoon in je, want ik heb wel les gegeven natuurlijk. En MULO-studenten en zo. Maar dat was voor mijn moeder als bijlessen en dat soort zaken. En dan leert je moeder ook didactiek, want zij gaf didactiek en pedagogiek op het UL als docent. Zijn colleges waren altijd heel interessant. Studenten waren heel geïnteresseerd, omdat hij ook vaak een babbeltje tussendoor maakte. En niet alleen bij de lessen bleef, maar ook extra vertelde. Eigenlijk soms ook levensadviezen gaf. Dat was heel interessant voor de mensen. Wat me wel van hem opviel, heel opvallend was van hem, is hij is een heel stimulerend persoon in zijn vriendenkring. Vanwege het feit dat hij zelf ook met zoveel dingen bezig was, hij zelf een heel actief persoon, was hij zich van bewust van eigenlijk waartoe een mens in staat is. En hij stimuleerde altijd zijn omgeving om zich te ontwikkelen, beter hun best te doen om
op een hoger niveau te komen. Het was heel interessant. Ik heb heel veel mogen verbreden, mijn kennis ook natuurlijk. Want je hebt aan de ene kant op de universiteit is het is kennisoverdracht, maar je hebt ook dienstverlening en heb je research. Dus ik was ook in de dienstverlening en heel veel afstudeerprojecten gedaan. Het zijn eigenlijk de projecten die in de bedrijven lopen, van Digicel, Telesur, TAS en ook als consultant kunnen werken. Uiteindelijk gedacht, we gaan mijn eigen business beginnen. Ik heb het opgezet en toen kwam de politiek ertussen. Helemaal verrast. Ik wist wel dat hij iemand was die... Hij was echt een sociaal bewogen mens. Hè? Dus eigenlijk kan ik liever zeggen, vanaf zijn periode als kusvoorzitter wist ik al, hij gaat het sowieso verschoppen. Want toen al begon ik langzamerhand het gevoel te krijgen van, hij is iemand die echt iets wil doen. Dus toen al had ik het gevoel van, ja, ik ga een beetje minder zien. Altijd als er kusdingetjes waren, activiteiten, was hij druk bezet. Ik wist, ik hoefde hem niet te storen. Ik had er begrip voor, dus sowieso. En toen hij dus na Hindustaanse immigratieviering, dat was echt groot gevierd, is het begonnen. Ik zag, hij kwam laat thuis. Ik vroeg hem ook wat gebeurde. Hij zei, er zijn gesprekken gaande. Ik vertel je rustig, rustig. En die ene dag is hij dus thuis gekomen. Het was een avond. En toen vertelde hij me, laat me je iets vertellen. Zei ik, is goed, vertel. Ik dacht, wat gaat er nu komen? En hij vertelde dat hij is gevraagd om minister te worden. Interesse voor de politiek? Helaas niet. Niet voor mij. Dat dacht ik altijd. De mensen die mij kennen, die weten. Ik zei altijd van, politiek is niets voor mij. Omdat ik veel maatschappelijk middenveld werk, sociaal, cultureel. En altijd vond je van, wat doet die politiek nu voor ons? Maar het is wel gekomen. En de vraag hoe dat gebeurd is, hoe dat uiteindelijk tot stand gekomen is, is een moeilijke vraag. Omdat ik weliswaar door mensen soms getipt ben, en ik begreep het zelf niet waarom mensen dat zouden zeggen, van mensen volgen je hoor. Al dat soort hints en dat soort zaken hebben gemaakt dat je eigenlijk een voorgevoel kreeg van wat er zou kunnen gebeuren. Maar omdat je weet van, dit is niet voor mij, ik wil niet in die politiek echt gaan. Omdat je hebt veel voldoening in het sociaal, cultureel, maatschappelijk werk. Daar ben je niet bij stilgestaan. Ja, toen hij het eerst zag, toen hij thuis kwam, hij zei, weet je wat, er is aan mij gevraagd om minister te worden van onderwijs. Toen keek ik zo, mijn mond viel open en ik dacht van, wat? Ik twijfelde niet aan zijn competenties hoor, want als je zijn geschiedenis kent, dan heeft hij alle eigenschappen om een goede manager te worden. En hij heeft heel veel ervaring met de jeugd, met educatie. Maar ik dacht, minister, dat betekent politiek. En ik zei hem, mou je dat wel, weet je, want als je in de politiek zit, je kan 10 dingen goed doen, maar als je 1 ding fout doet, dan moet je het elke dag horen in de media. Elke dag wordt het naar je hoofd geslingerd. Dus ik zei van, je weet, hoge bomen vangen veel wind. Dus ik zei van, wil je echt daaraan beginnen? Ga je kunnen slapen s'avonds? Als je echt zo, weet je, dingen naar je hoofd geslingerd krijgt, van andere politieke partijen natuurlijk. Toen zei hij van, weet je, als ik ja zeg, of hij zei, ik wil het doen, omdat ik iets wil betekenen voor de samenleving. Hij zegt, kijk naar wat ik al mijn hele leven lang doe. Ik ben bezig met jongeren. Ik ben bezig met jongeren eigenlijk morele normen en waarden bijbrengen. Een beetje scholing, een beetje backup. Ik ben al zo lang bezig ermee. Hij zegt, nu krijg ik de gelegenheid om het vanuit een hoger niveau te doen, waar ik veel meer kan doen. Hij zegt, van daarom zou ik het willen doen. En ik zei van, mama, politiek. Ik zei, probeer je dat echt? En je weet, mijn moeder was, of ze is inmiddels al 5 jaar overleden. En zij was de eerste met wie we spraken. En ik dacht van,
Mijn moeder is er ook niet om te praten, weet je, van gaat dit. Want zij was ook zijn grootste begeleider altijd. Als er iets was, dan besprak hij het altijd eerst met mijn moeder, weet je. En ik dacht van, mijn god, nu is mijn moeder er ook niet. En ik zei van, het is goed. Ik vind het goed hoor, maar ga je het aankunnen, boy? Je weet, dat politiek gedeelte. Ik had totaal geen ervaring hoor, daarmee. En ik zag het zo. En hij zei, maak je niet druk. Hij zei, ga het aankunnen. Hij zegt, zolang ik dat werk kan doen, want bij mij, mijn doel is gewoon dat ik dat werk wil doen. Hij zegt, en als je doel vaststaat, dan hindert de rest niet meer. Dat was 5 juni, kan ik nog zo herinneren. 5 juni 2013. Hindustanse immigratie, onafhankelijkheidsplein. En de dag erna ben je helemaal back af en je bent zo moe. Je zit op te ruimen en al dat soort zaken. En 10 juni was mijn verjaardag. Ik werd 33. En ik stond op, ik keek uit het raam, want ik keek altijd uit het raam. Het is mooi groen gras en voel je weer heel anders. En ik zat te denken, is dit alles? Cultureel. Een van de grootste activiteiten die je kan organiseren is een immigratieprogramma, 100 zoveel jaar. En het is groots georganiseerd. Het was een van de grootste, denk ik, in de laatste 10 jaar, 20 jaar. Dan heb je een heel groot iets gerealiseerd en je denkt, is dit alles dat je kan doen? En prompt, ik word dezelfde middag 4-5 uur gebeld, kabinet-president. Van, het was de heer Alibux die me belde, van de heer Weidenbos en de heer Alibux willen me spreken over wat. Ik wist nog niets van wat. Ik ging er naartoe en daar werd het voorstel op tafel gelegd van, de president wil graag dat ik het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling op me zou nemen als minister. Ik heb geweigerd in die zin dat ik heb gezegd van, kijk, politiek is eigenlijk niet iets waar ik betrokken in wil raken. En als ik het dienstbaar kan zijn aan die gemeenschap, is dat mijn voldoening. Maar uit een onderwijsachtergrond komende, wist ik wat de situatie van onderwijs was. Dus ik zei toen, als ik op een andere wijze bijdrage kan leveren, om die situatie te verbeteren, in het beleid of zo, ben ik bereid dat te doen. Ik heb eerst nagedacht. Het gaat een heleboel door je hoofd, want je denkt minister, oké. En dat ook zo halverwege, want het is niet vanaf het begin. Het is in 2012. En ik zei aan hem van, als er opportunities komen, moet je ervoor gaan. Wat zegt jouw hartje? En hij zei me, ik wil het doen. Ik zei, is goed, dan moet je het doen. En hij zei van, ik zei hem ook nog, vraag ook aan je vader, kijk even hoe hij het tegenover staat. Want we wisten allemaal, hij zou iemand zijn die verder zou studeren. Hij zou zijn PhD afronden. Dus nog niet richting... Politiek was niet eens eigenlijk... Hoe zeg je dat? Het was nooit gepland. Het was altijd, hij zou zijn PhD doen. En ja, dat zou het zijn. Dus ik zei, denk even goed na. Maar ik vind dat je het moet worden. Dat zei ik hem wel. Ik had wel mijn kant in, maar toen hij me vertelde dat hij dat zoiets zich heeft voorgedaan op het kabinet, zei ik van luister, dacht ik bij mezelf, hé, zijn grootouders hebben ook veel voor het land gedaan, ook op sociaal en economisch gebied en sociaal en cultureel gebied. Dus, en ze hebben behoorlijk naam gemaakt en ook als minister hebben ze naam gemaakt. Dus deze jongen kan in die voetsporen van ze treden en hij heeft ook goede boeken van die mensen gehad, of van ooms gehad. Waardoor hij zich in een aantal zaken heeft verdiept. Dus zeg ik, joh, je zou het wel aan kunnen, want we komen al uit die onderwijsfamilie. Dus neem ik aan dat het dus goed zal gaan met jou. En oom Jules noem ik hem, de heer Weidenbos, onze ex-gewezen president, zei toen van, ja maar als je de touwtjes niet in handen hebt, dan gaat het niet lukken hoor. Je moet echt die hele grip hebben. En dat was nog niet echt die overtuiging voor mij. Maar hij kwam in de richting van, dan op een bepaald moment, we hebben dus 2 dagen gesproken, 2 of 3 dagen.
En een van de laatste gesprekken was dat hij me zei, ik kan het zo herinneren, zei van... Maar als je het niet doet en je wordt een dag wakker, en je zal denken van... Ik heb ooit de kans gekregen om het te verbeteren en nu is het zo slecht. En dat heeft me echt aan het denken gezet. En ik heb gezegd, de volgende dag had ik mijn besluit al genomen. Van, dan ga ik wel ervoor. Als ik een bijdrage kan leveren en dienstbaar kan zijn, dan moet ik dat doen. Ik zou zeggen... U krijgt een unieke kans om aan deze jonge generatie te wijzen dat wanneer jongeren de kans krijgen om hun door God gegeven talenten te kunnen gebruiken in algemene zin voor de ontwikkeling van het land, dat zij succesvol kunnen zijn. Ik ben binnengestapt met praktische efficiëntie. Ik heb gezegd, dat is waarvoor ik ga. Praktische efficiëntie. En ik heb toen uitgelegd dat er drie aspecten zijn aan praktische efficiëntie. Drie zaken die praktische efficiëntie bewerkstelligen. Eén is dat de kennis aanwezig is bij mensen. Mensen moeten zekere kennis hebben. Je mag het noemen competentie, vakkennis, whatever. Ik praat het breed over, niet alleen de ambtenaren dan. Het gaat over ons heel menselijk kapitaal, onze Surinamers. Dat we die kennis in huis hebben. Tweede is dat er een zekere mate van toewijding is. In het Sanskriet zegt men Vidyaya Shraddhaya Upanishada. Een oud-Sanskriet gezegd. Vidya is kennis, moet er zijn. Tweede is toewijding. En daar wil ik de jongeren voor aanspreken. Wij willen ze oproepen voor toewijding. Men wordt afgeleid op allerlei manieren tegenwoordig. Men vergeet zelf de richting omdat men geen doel stelt in het leven. Toewijding. En derde is contemplatie. Dat heb ik dus, het over het doel. Van waar gaan wij naartoe? Wat is de overtuiging waarvoor wij dit alles doen? Ik ervaar deze minister als een prettig mens. Dat zeg ik ook persoonlijk. Het is ook iemand die to the point is. Het is iemand die ook te zeggen als iets niet goed zit... gaat hij je zeggen van, hé, Drico, dit is fout. Maar het is ook iemand die je ook waardeert voor je werk. Als het goed is gedaan, gaat hij zeggen duim op. Dat van deze minister. Kijk, je moet nagaan. Het is misschien ook voor het eerst dat we ook een minister hebben... die uiteindelijk het uiterste uit de mens probeert. En... deze minister heeft me ook gezegd vanaf het begin toen hij minister werd. Hij zei, kijk maar nu, ik stel je aan als directeur onder voorwaarden dat je de doelen haalt. We kunnen niet het maximale halen uit het potentieel van onze mensen als we hen niet een zekere mate van toewijding aanbrengen. Je kunt het discipline noemen die het mens zelf moet opleggen, zelfdiscipline. Je kunt toewijdingsmaatregelen introduceren. Je kunt leiderschap tonen door hen te beïnvloeden, te inspireren voor toewijding. Dat is waarvoor ik jongeren oproep. En wij zullen alle kansen geven laat ze toegewijd bezig zijn. We zullen ze studiefinanciering geven, zodat ze toegewijd hun dingen kunnen doen, zodat ze niet hoeven te werken. Want dat is ook een afleiding. Ga niet werken, studeer. Ga niet werken, leer iets bij. Al is het een vak, al is het een training, al is het een diploma die je wil halen. Wij gaan jullie die kansen geven, door studiefinanciering te geven. Wij gaan instituten bouwen. Zodat je zegt, dat dit bestond er niet, nu kan ik een nieuwe opleiding. We gaan nieuwe opleidingen opzetten als ICT en Education. Ik wil voor de jongeren alle kansen bieden. Wat we nu hebben gedaan is historisch natuurlijk. AVN, VWO, Valkel Instituut, Middelbaar Onderwijs, studiefinanciering voor heel hoog onderwijs, studiefinanciering voor NATIN. Maar ik wil nog meer. Ik wil het lager boek brengen bij middelbaar onderwijs en MILO onderwijs. Meer studiefinanciering geven vooraf, zodat ze geen financiële... Ik wil ze zelf een kleine maandsalaris geven. Zodat ze niet gaan werken. Werken onder minister Adin. Hard werken. Deze minister zit niet stil. Hij maakt geen grapjes. En ook weer tijdens het werk is hij een lolbroek. Maar we werken heel hard. En het is prettig werken.
Het werken onder de ministers is, laat me het zo zeggen, het is heel prettig werken. Natuurlijk heeft elke minister zijn eigen, zijn of haar eigen manier van werken of zaken aanpakken. Maar sowieso is het werken onder deze minister, zeg maar, de top. Omdat hij altijd correct is en correct blijft. Kijk, ik ervaar hem ook als heel prettig werken hoor. Natuurlijk is het bij haar anders, want zij is protocol. Bij mij is het gewoon secretariswerk. Hè. Dus dan begrijpt u ook van het gaat dan natuurlijk heel anders zijn. Toch? Niet dat we, oké, lange dagen in die zin van, misschien in de avonduren, bij begrotingsbehandeling. Als het echt moet, dan werken we natuurlijk door. Kijk, in management doen men de first 100 days. Maar je kijkt naar de situatie, je observeert en dan zeg je van, dit is hoe de status quo is. Heel belangrijk. En aan de hand van dat, en om door te krijgen van wat precies aan de hand is, moet je soms op mensen hun stoel zitten. Dus ik heb in het begin op de directeursstoel gezeten, 3 maanden lang. De beslissingen meegenomen, eigenlijk de beslissingen zelf genomen als minister, als directeur. Zodat je alle partijen ziet en je het veld goed begint te kennen. Ik kom uit het veld. Maar je weet, het veld is niet alleen de universiteit of de middelbare school. Je hebt breed beroepsonderwijs, alles erbij. Dus je ontvangt de mensen, je krijgt informatie binnen. En dan zie je op een bepaald moment, na die 100 dagen, dat je harde besluiten moet nemen. En we kennen de gevallen waar de doorwerking van de besluiten die ik zou moeten nemen, doorwerking zou hebben naar coalitiepartners, naar grondige veranderingen die wat opschudding veroorzaakt hebben, ook bij de bonden en zo. De bonden hebben gelukkig ook ingezien de verandering die noodzakelijk is en dat ik niet ga wachten op en dat ik rechtdoor zie gaan. En ik ben blij dat men dat heeft opgepakt als oké, eindelijk komt er een verandering, we werken mee. Het belangrijkste bij Adin is dat de man luistert naar mensen. Hij luistert en hij communiceert. En dat is belangrijk in de verhouding werkgever-werknemer. Boemvoerman is pleinminister, maar de man is artie rokoman, de man rancuneus naar rokoman toe. Dat aan een boemzaan. Bij Adin heb je dat niet. Als er een probleem is, wil hij het uitmeten. Hij praat met je, hij luistert ook naar dat probleem. En hij zoekt de oplossing. Dat is het belangrijkste wat we hebben anno 2015. Ik hoop eigenlijk dat alle ministers in de toekomst eigenlijk het gedrag van hem op de voet volgen. Dat is belangrijk voor die ontwikkeling. Je moet niet werken met mensen om ze te demotiveren. Je moet niet werken met mensen uitgaande van de koloniale verhoudingen, rancuneus zijn, geboden en verboden. Nee, de man staat daar buiten. Dat is waarom ik een prettige verhouding met de man heb. Ik wist wat er verwacht werd van mij. Ik wist dat er 2-3 ministers voor mij waren. Iedereen vroeg mij wat gebeurt er met die 2-3 mensen. Het is een schopstoel als het ware, dacht men. Hè, van, wat gaat puur om prestatie? Als je niet presteert, moet je inderdaad schuiven. Maar toch ben ik die uitdaging aangegaan. Want ik weet wat ik in staat ben te doen. Het gaat ook om de werkdiscipline die ik zie, die vereist wordt en wat mij altijd inspireert is presteren. Dat is iets wat ik graag wil doen. De man heeft een lijn die hij volgt en wat hij heel serieus neemt is dat wanneer hij de opdracht krijgt van de regering en hij zegt dit doel moet gehaald worden, je hoeft hem niet 10 keer erover te zeggen, hij gaat ervoor zorgen dat het doel wordt gehaald. Mijn eerste job was goede richting geven aan die projecten en het leek allemaal eilandjes te worden. Al die herstructureringsprojecten, nieuwe leerkracht, nieuwe herstructurering, basic education improvement program, allemaal in lijn brengen. De PCU creëren, Program Coordination Unit. Dat is belangrijk omdat projecten, ik zeg er is een verschil tussen day-to-day management en projectmatig werken. In day-to-day management is het ambtelijke wat we doen met de leerkrachten, ambtenaren. Mensen moeten in dienst komen, mensen moeten overuren krijgen. Al dat soort zaken regel je in je day-to-day dingen. Dat is de directeur die eigenlijk dagelijks ambtelijk dat zo voor elkaar moet moeten krijgen. Maar het is onnodige belasting voor ambtenaren, vooral met het bureaucratisch systeem, om projecten uit te voeren op het ministerie met de bestaande structuur en de bestaand kader dat je hebt.
Dus wat doe je dan? Je zorgt ervoor dat je een instituut creëert binnen jouw structuur, binnen jouw organisatie, een unit, die projectmatig sneller zaken kan optakken, wat minder in het bureaucratische zit, en dan kun je verandering bewerkstelligen. En dat zeg ik, dat hebben we kunnen doen. Wat we kunnen doen, dat die 31 projecten die we hebben doen, projectmatig hebben kunnen begeleiden. Ik ben altijd voorstander van het projectmatig werken. Je moet duidelijke deliverables hebben, duidelijke tijdlijn hebben, duidelijke financiële uitzetting. Dus als ik moet praten over zaken die we gerealiseerd hebben, is dat omdat we structureel aangepakt hebben, projectmatig aangepakt hebben, die vernieuwingstrajecten. We kunnen meenemen dat we voor het eerst zijn gaan werken aan wetgeving. We hebben landsverordening voor onderwijs, voor de onafhankelijkheid in naam der koningin gehad. Voor het eerst hebben we nu de wet basisonderwijs in naam van de president. En we hebben een wet hoger onderwijs geconcipeerd, alhoewel dat niet was toegezegd. Hebben we dat ook opgelost. En we hebben een wet hoger onderwijs waarin de universiteit ook geregeld gaat zijn. Nu al in een afrondende fase. De keuze op de man in het ministerie van Onderwijs is een van de beste keuzes van de afgelopen jaren. De man luistert. Ik herhaal dat ding, dat is belangrijk. De man komt niet om... Dus ik gebruik dat woord arrogantie niet, want dat is eigenlijk een minderwaardigheidsverhouding. Maar de man praat met je. De man gaat mee met je. De man, dus dat mens zijn waar we naar zoeken als partij, is in de man. En ik moet zeggen dat voor hem een volgend termijn is weggelegd. De kosmos weet wat hij doet. En de keuze van de machthebbers is heel belangrijk in deze verkiezing. Ze doen heel goede keuzes. Ze doen geen keuzes op basis van ik ben de baas. Ze doen keuzes op basis van dit wil het volk hebben. En ik denk dat het volk Adin wil hebben in het vervolg van het machtscentrum. Heeft een heel goede toekomst. Hij zal het heel goed blijven doen, nationaal als ook internationaal. En hij kreeg de volledige ondersteuning van onze hele familie. Dat staat vast. Wat hij heeft kunnen presteren, wat hij heeft kunnen doen voor onderwijs, want wij komen uit het onderwijsgezin, is vergeleken met wat ik in het verleden heb meegemaakt, vind ik het te geweldig. En als je me zegt, als je nog een termijn, zou ik zeggen nog 2 of 3 termijnen zelf. Zolang het aan kan, zolang het de mogelijkheid biedt, zou je voor een aantal termijnen kunnen gaan, zodat alles daar recht getrokken wordt en die ontwikkelingen precies moeten zijn hoe op internationale standaarden moeten zijn. Wat ik prima vind is, ondanks dus van drukte, weet je, als minister en al het politiek gebeuren en zijn werk, heeft hij toch nog volop tijd voor ons. Dus als er iets is, dan kan ik hem altijd bellen, Ash. Want hij is onze oudste broer, als er iets is, bellen we hem altijd. Hij zegt, Ash, ik zit hier mee. En dan zegt hij, oké, vanavond kom ik even bij je. Of, weet je, misschien kan je dit en dit en dit doen. Dus hij ondersteunt ons nog steeds altijd. Hij geeft ons nog steeds altijd adviezen. Dus hij heeft nog steeds volle tijd voor ons. Er is nooit een verjaring geweest waarbij je zegt van, ik ga niet kunnen komen, want ik heb het druk. Hij is er nog steeds. Dus dat vind ik echt, die combinatie. Hij kan het goed combineren. En de kwaliteit van zijn werk leidt niet eronder. En zijn familierelaties leiden ook niet eronder. Dus ik ga dit prima gaan doen hoor. En hij krijgt echt onze 100% ondersteuning. Deze president met deze regering heeft zoveel gepresteerd dat hij die ladder zo hoog heeft gezet voor die mannen. Dat welke regering ook gaat moeten komen, meer dan 7 gaat moeten scoren. Als je 7 wil geven. Gaat meer dan dat moeten scoren. Dus ieder persoon die gelooft in democratie en the power of the people. Gaat zeggen, en people gaan nu zeggen, wij willen niemand zien die minder dan een 7 is. Dus we gaan boter ze terugbrengen. Als ik zeg ik wil mij sterk maken voor de jongeren, bedoel ik dat ik zelf jong zijnde in een leidinggevende positie mag zijn, omdat mij ook een kans geboden is. Nu wil ik voor alle jongeren zoveel mogelijk kansen zien. Ik Ashwin, Michael Ashwin Adin, die de kansen gekregen heeft, ook heel ver gezocht heeft voor zijn kansen, wil ik graag de ruimte geven en zien dat onze jonge generatie ook zoekt, ook hard werkt voor de hele natie.
En alles wat ik daarvoor kan betekenen, ben ik bereid te doen.